Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Urbex Explore. Vandaag zijn we in Luik, in een grote verlaten staalfabriek. We hebben net een gat in het hek gevonden daar. We zijn nu binnen, overal ligt prikkeldraad en zo. We zitten hier gewoon naast een drukke weg. Dat moet een beetje snel zijn. We gaan nu verder kijken hier. En we zien jullie zo weer. Luc net al zei, zijn we net binnen. Er staat hier al meteen een fucking grote machine. Er kwam van die ijzererts zo hier naar binnen. Binnen, zeg maar hier naar de metaalfabriek. Hier zie je zo die band met de ijzererts erop. Dat komt van kei diep beneden onder de grond hier naar boven. En dan gaat hij hier in die smeltovens daar daar en zo. Dan wordt hij helemaal tot ijzer omgesmolten. Dat is echt vet. Here one minute, gone the next. There's no heart beating inside your chest. It's vanished into thin air, never to be seen again. Jongens, we zijn hier op een dak. We kunnen die toren zien en gaan we straks jullie proberen in te klemmen. We hebben hier zo'n kei groot rond ding met wielen gevonden. We gingen zo ronddraaien. En we gaan nu hierboven een trapje. En dan gaan we jullie laten zien waar de SGW is. We weten wel de fuck niet, maar we gaan ongeveer kijken waar de SGW is kunnen zijn. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life, yeah. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. We zijn hier nou midden in dat ronde ding. Het is echt dicht gegroeid. We hebben hier zo'n trap gevonden. En dan kunnen we jullie van bovenaf daar rond de apparaat laten zien. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. We lopen hier nou wel af over het terrein heen. En wat me opvalt is dat hier overal brandblussers over het terrein heen liggen. We zijn hier nu in de grote toren die onder de grond ligt. Super diep water. Normaal veel water, echt. Je ziet nog ijzeren, ja,
grote onderdelen in het water liggen. Echt diep, echt vet. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. We staan hier nu voor een toren, die zie je echt vanaf Leikant. En kijk hoe hoog die is. Ik denk dat hij wel echt een goede 100 meter hoog is. We gaan proberen voor jullie erin te klimmen en kijken hoe hoog we kunnen komen. De rest van de crew is nu hier de toren aan beklimmen. En dan ga je nu de beelden zien op de telefoon. Jongens, dit is onze telefoon gefilmd. We konden de camera niet mee omhoog nemen. Maar hoge durven we niet. Dit is echt te maken. Hey jongens, ik ben net in de paal geklommen. Het is ongeveer de helft, hoger durfde ik echt niet. Het is maar ja, op een trappetje, dus het is echt super eng. Ik heb een beeld met mijn telefoon gemaakt. Ja, die zijn eigenlijk niet zo goed, maar ik kon de camera niet mee mogen nemen. Ik zie mijn handen eruit. Ik hoop jullie toch een beetje van kunnen genieten. We zijn boven op de toren gekomen. Ik denk echt dik 100 meter hoog. Het waait super hard. En ja, het uitzicht is echt geweldig, jongens. Dat moet je zien. Echt vet, dat hebben we voor jullie gedaan. We hebben echt gewoon 20 minuten zitten klimmen hier. En dan heb je ook echt wel iets. Echt een vet uitzicht. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Yo mensen, dit was weer het einde van deze aflevering van Urbex Explore. We zijn in een super grote fabriek geweest, ja, we hebben echt hele vette dingen gezien. We zijn in een toren geklommen, heb ik met mijn telefoon gefilmd, want dat was met de camera niet te doen. We zijn nog in een andere toren geklommen waar we met de trap omhoog konden komen. Dat is een super vet uitzicht en ja, het was gewoon mega groot. Ja, bedankt voor het kijken, duimpjes omhoog en tot de volgende keer. En vergeet niet te abonneren. We'll be right back.